Basic Fit van de toekomst is die kleine partij die nu helpt. En dan over een paar jaar kan dat zomaar die grote jongen zijn. Dus die kleintjes moet je koesteren. Hij is de CEO van Abovo Maxlead en mijn gast Willem Albert Bol. Welkom bij 7D-TV. Ja, Willem Albert, van harte welkom. Een hele goede dag. Ik heb vier soort van keuzevragen, stellingenachtige dingetjes heb ik verzonnen. En het idee is dat we die eerst gaan doen en dan mag je niks duiden. Dus je moet gewoon één van de twee kiezen. Geen enkele duiding. Lukt niet. Weet ik nou al. Maar we gaan het wel proberen. En als het goed is, komen daar heel veel onderwerpen ter sprake. Als we straks gaan duiden. Ik ga het ondergaan. We gaan met de eerste beginnen. Sommige merken werken we niet voor. Of, zolang ze niks illegaals doen, kan ieder merk bij ons klant worden. Sommige merken werken we niet voor. Wat is voor de toekomst van jouw bureau belangrijker? Tech of creativiteit? Creativiteit. Dat moet ik ook niet gaan duiden. Houd je in, Ronnie, hou je in. Persoonlijke vraag. Ik vind mijn positie als CEO belangrijk of mijn positie en titel doet er niet toe? Uiteindelijk het tweede. Dat is kleine duiding, hè? Uiteindelijk. En de laatste. Abovo Maxlead blijft altijd onafhankelijk of alles is te koop? Uiteindelijk is alles te koop. Goed, laten we met die eerste beginnen. Sommige merken werken we niet voor. Dat zei jij, hè? Ja. Welke niet? Nou, het cliché antwoord zou nu zijn dat als iemand fossiel is of iemand is, daar heb ik niet zoveel mee. Dat hele goed en fout duiden van merken, dat is een discussie die gaande is in het vak en die snap ik. Die is heel interessant en heel relevant ook om deels te hebben. Alleen, ik hou niet zo van partijen in een hoekje duwen. Ik heb vooral merken waar ik geen klik mee heb. Een merk waar wij geen verschil kunnen maken. Een zeurklant. We hebben laatst een klant, sorry, ik kan geen naam noemen, hebben we bedankt. Mijn team kreeg er negatieve energie van. Hmm. Dus het is niet zo dat ik voor elke klant, als ze maar betalen, werk. Als op een gegeven moment gewoon een negatieve samenwerking is, je krijgt geen energie van elkaar, dan moet je ook als bureau durven zeggen tegen klant, weet je wat, zullen we gewoon met elkaar stoppen. Maar niet zozeer dat bepaald merk in een bepaalde categorie. Want nu is dat dan helemaal hip. Ik wil niet werken voor fossiel. Nou, wij werken bijvoorbeeld voor Corendon en Sunweb. Moet ik dan zeggen, foei, je mag niet vliegen? Nee, dat is niet aan mij. En ik weet dat er bepaalde partijen zijn die daar heel erg iets van vinden. En dan zit ik er anders in. En ik vind dan leuker om de duurzame kant van die merken aan te krijgen en ze te helpen met verduurzaming. Dat vind ik dan een veel leukere uitdaging dan te zeggen, nee, jij bent fossiel. En waar begint het, hè? Want nu is het fossiel, dan is het, nee, jij hebt suiker in je eten zitten, dus wil ik niet meer voor je werken. Ja. Je hebt zout in je eten zitten, oh, jij bent vlees. Foei, je bent vlees, je verkoopt ook vlees. Nou, et cetera, et cetera. Daar ben ik niet zo van. Tegelijkertijd kun je wel zeggen, want ja, jij begint er nu over, maar dat zijn wel dingen die aan de hand zijn. Dus moet je, zeg jij eigenlijk, ik ben principeloos als, even los van het feit dat je keuzes maakt op basis van een klik. Ja. Maar ik heb als bureau geen principes en geen mening over de wereld, dus het beter maken. Jawel, want er zijn ook bedrijven die niet oké zijn, hè, Bos. Als ik echt gevoel heb, dit bedrijf wordt verkeerd geleid, is kwaadwillend, dan wil ik daar niet voor werken. Nee, heel veel ethische normen, alleen wat ik vervelend vind is dat we nu in een debat terechtkomen in het vak, waarin bepaalde categorieën, dus niet merken, een hele categorie, die categorie is fout. Nou, de discussie die laat op gang kwam, ik weet niet of je daar ook op hint, was vlees in Haarlem. Haarlem had gezegd, weet je wat, we doen geen outdoor meer voor vlees. Dat klinkt heel nobel. Ik snap zelfs de intentie. Er was een GroenLinks mevrouw in de gemeenteraad, die had dat voorgezet, die had het doorheen gekregen. Maar als je erover gaat nadenken, betekent dat je dan ook restaurants moet verbieden als ze vlees verkopen? Want dat is eigenlijk ook vlees. Moet je dan een supermarkt verbieden waar ook vlees wordt verkocht? Waar houdt het op? Nee, snap ik. Ik snap precies wat je zegt. Alleen als iedereen dat zegt, verandert er niks. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen, je verstaat het vak. Je bent een bureau. Je kan ook zeggen, wij onderscheiden ons juist als bureau. Dat wij enkel en alleen voor dat en dan. Dus je kan het ook omdraaien. En ja, zeggen, maar van, wij werken alleen voor dat. Er zit een soort normatieve vingertje aan. Ja. En ik vind zeker dat ik voor bepaalde merken geen goed gevoel heb. Dat vind ik niet heel oké. Dan hoef ik er ook niet voor te werken. Alleen, ik hou niet van generaliseren. Ik hou niet van verbod. Ga ik liever de discussie aan, het publieke debat aan. Van, hey, moet vlees wel adverteren? Wat gebeurt er met vlees? In Nederland
gaat steeds meer vegan worden. Gaat steeds meer vegetarisch worden. Wij werken bijvoorbeeld voor een vegamerk, een groot vegamerk, Vivera. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Mm. Daar krijg ik energie van. En die help ik graag succesvol maken. Mm. Maar dat betekent niet dat ik dus alles wat niet vegetarisch is of vegan is, dus verbied. Het gaat mij vooral om dat normatieve verbieden. Dat is niet zo waar ik van ben. Helaas, en je zegt van sommigen hebben geen klik mee en daar werken we niet voor. Hoe wordt dat bepaald of die klik er al dan niet is? Moet iedereen, hebben jullie dan een soort stemwijzertje dat er een go-no-go komt? Nee, het werkt natuurlijk niet zo. Nou, ten eerste heb je natuurlijk, je gaat in fases. Eerst leer je elkaar kennen. Het is net verliefdheid. Vind je elkaar echt leuk. In dat proces maak je aannames, hè, want je flirt met elkaar, hè, je pitcht, et cetera. Dan ga je met elkaar werken. Dan hopelijk is de beloftes die jij als bureau hebt gegeven, maak je waar. En vice versa. De klant zegt dan, ik ben heel snel. En uiteindelijk doet de klant 3 maanden over een besluit. Mm-hmm. Ja, dan kan je daarop aanspreken. Net zoals bij een goede relatie. Hè, dan geef je een soort relatietherapie van, hey, we hadden dat tegen elkaar gezegd. Maar het zit vooral gewoon in de energie die je hebt. En dan gaan gewoon dingen fout. Hè. Het is gewoon mensenwerk. Dat is geen probleem. Maar als je structureel merkt dat een klant niet wil of niet kan, heel negatief is. En vooral, het is mensenwerk ook aan mijn kant. Ik moet heel goed opletten dat mijn mensen goed in hun vel zitten. Mm-hmm. Als mijn team elke keer soort verdrietig, teleurgesteld terugkomt van een klant, dan is dat op een gegeven moment niet goed voor dat team. Nee, nou, wat je vaak dan dus doet, even recasting. Dat je, nou, hey, misschien is het niet de klik, maar als je dan op een gegeven moment 10, 2, 3 op diezelfde klant hebt, het werkt nog steeds niet, dan moet je op een gegeven moment conclusies trekken. Maakt niet uit wat budget is. Als je heel stoer bent, maakt het niet uit voor welk budget het is. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf. Maar ja, we hebben die klant waar we nee tegen zeiden, was een significante klant. Niet onze grootste, maar zeker een significante klant. En ja, op een gegeven moment, je kan het soms beter voor zijn. En soms, ook wel grappig Ronnie, doordat je rug kan rechten, waardeert de klant dat enorm en schrikt hij ook wel eens aan. Dat is ook wel eens gebeurd. Ja, dat je van, jongens, dit gaat niet oké. Misschien moeten we uit elkaar. En dan opeens ontstaat er een vakje in hun hoofd van, hey, misschien ligt het ook wel aan mijn briefing of aan mijn aansturing. Jullie hebben heel veel kleine klanten, hè? Ook. Dat is het clichébeeld. Dat is ook waar in aantallen. We hebben 1200 klanten in het systeem zitten. Maar daar zijn dus 800 van die minder dan 10% van onze omzet zijn. Dus dat zijn naast kleine klanten. Wat doen die een hostingcontractje? nee. Mijn cliché voorbeeld die ik dan altijd noem. Een keukenwinkel in Groningen met 2 vestigingen. En die willen outdoor, radio en Google alleen maar in Groningen. Ja, dat soort klanten hebben wij ook. Ja. Nogmaals, wij waarderen en koesteren die klanten. Maar dat is maar een klein gedeelte van onze omzet. Alleen het is gewoon heel erg leuk om ook voor dat type klant. Het houdt je bescheiden. Ja, ik bedoel, vertel mij wat. Het is superleuk. Ik bedoel, dat is ondernemen in Nederland. Ja, dat is grappig. Ons DNA kwam van kleine klanten. Heel vaak spreek ik mensen in de markt en zeg, oh, jullie, Abovo, meestal, jullie zijn toch van die kleine klanten? Nou, ja, daar komen we vandaan, 25 jaar geleden. Ondertussen doen we de postcode loterij, Basic Fit, et cetera. Maar die kleintjes zijn wij nooit kwijtgeraakt. En de Basic Fit van de toekomst is die kleine partij die nu helpt. Ja. En dan over een paar jaar kan dat zomaar die grote jongen zijn. Dus die kleintjes moet je koesteren. Dankzij jullie dan. Dat hoop je, hè? Ja. Tweede, wat is voor de toekomst van jouw bureau belangrijker? Tech of creativiteit? Hoef je niet zo heel lang over na te denken. Creativiteit. Ja, mijn gedachte was meteen, klassieke reclamefiguur. Nee. Met zijn creativiteit. Nee, maar waarom? Omdat uiteindelijk tech is een commodity. Uiteindelijk, dat zie je altijd ook bij verschillende mediabureaus in onze sector. En of het nou een performance marketingbureau is of een meer zichtbaarheidsbureau of een contentbureau. Uiteindelijk, de techniek is cruciaal om te snappen. Alleen alle partijen in de markt hebben dat ongeveer tegelijkertijd doen dat. Maar dus het is geen onderscheidend vermogen. Dus jij gelooft niet dat tech creatief kan worden? Oh, zeker wel. Maar uiteindelijk is wat dan de invulling van tech met een creatief. Dus nou uiteindelijk, je moest kiezen, hè? Ja, je moet kiezen. Maar kijk, je kan dus ook kiezen. Dus tech is wat er is. En nou, dat is de commodity. Wat erachter zit is misschien wel, laat ik het dan scherper stellen, tech wordt zo intelligent. We hebben natuurlijk, iedereen heeft nu al AI. Tech wordt over een x aantal jaren zo intelligent dat het de mens gaat overtreffen. En dus ook in creativiteit. En dus heb je zeg maar creativiteit in die zin niet meer nodig in de menselijke vorm. Maar regelt tech alles. Wie maakt de prompt? Wie stuurt aan? Wie maakt de selectie? Want op een gegeven moment, de tech neemt heel veel over. Dat is al zo. Dat is geen toekomstmuziek. Nee. Dat is al zo. Ja. Maar dan nog steeds, wie haalt uit de tech en uit de data de juiste conclusies? Wie verbindt? En dat is eigenlijk. En dat is toch de creatieve ziel van een mens die daar iets mee kan. Dus tech is essentieel. Dus ik wil het zeker niet tekort doen. Ik denk dat, we hebben bijvoorbeeld een team zitten van 25 man, en Mediatech, die niks anders doen dan development. En dat is groter dan zo'n creatieve team.
Dus in belang zeker. Alleen, dat is uiteindelijk een commodity die iedereen in de markt zal kunnen. En ongeveer parallel tegelijkertijd ontwikkeld. En dan is nog steeds de mens en zijn creatieve brein die dan die tech aanstuurt. Even dus daarom moet je keuze kiezen. Even filosofisch, blijft dat tot eeuwig, tot altijd zo? Ik denk het wel. Ja, jij gelooft in de toegevoegde waarde van de mens tot eeuwigheid? Eeuwigheid, groot woord, ja. Ik denk dat uiteindelijk er iets heel gek zit in ons brein, waardoor wij dwarsverbanden kunnen maken die niet logisch zijn, die niet met de computer in te halen zijn. Ik hoop, wens, misschien vader van de gedachte, dat zo is. Omdat dat is een stukje magie. En die magie zit in mensen. En ik durf te beweren dat 80-90% makkelijk over te nemen is door tech. Maar dan hopelijk blijft er nog een soort factor, noem het maar creativiteit, magie over. Wat het onderscheidend vermogen over. Ik hoop het. Hey, jullie zijn mediabureau, toch? Je kan ons op verschillende manieren omschrijven, maar zeker in de kern zijn we een mediabureau. Alleen we hebben ook 90 man alleen maar online performance marketing doen. Dat is een ander naampje op het woord mediabureau. Maar hoe werkt dat tegenwoordig? Ik ben al een tijdje uit de sector. Maar leg mij eens even uit. Vroeger had je vrij duidelijke scheidslijn. Hè? Je had een bureau en had je het mediabureau en dan had je de channels. Is dat? Wij zijn echt een distributiepartij. Dus wij kunnen de hele klantenlijst begeleiden. En bovenaan de cyclus heb je natuurlijk het klassieke mediabureau. Abo van Media. Die is goed in zichtbaarheid. TV, radio, online. Met veel banners, veel zichtbaarheid. Maar die kunnen ook prima natuurlijk Google doen. Dan hebben we een midfunnelbureau. Die echt content doet. Content marketing doet, creativiteit doet. En dan hebben we echt een sellbureau, een performance marketing bureau, Max Lead in Oesgeest. En die doen niks anders dan conversie, leads. Die zitten heel erg op dat deel van de klantenreis. Dus maar jullie concurreren niet met zeg maar, een creatief bureau in de zin van we doen complete campagnes, creatieve concepten. Nee, dat schoenmaker blijft bij je lees. Er zijn veel bureaus die dat doen. En wij geloven daar niet in. En we kunnen zeker creatie toevoegen, want soms is dat gewenst. Maar ik vind, je moet geen reclamebureautje spelen. Dat is echt een vak apart, met een ander businessmodel. Met een ander soort kunde en een ander soort type DNA. Maar we hebben wel creatieve mensen rondlopen. Dat je soms in bepaalde vraagstukken creativiteit moet toevoegen. Maar grote merkpositioneringen, reclamecampagnes bouwen. Dat vind ik echt een vak apart. Wij voegen creativiteit toe. En dat is gewoon een van onze oplossingen. Jullie locaties zijn ook wel onderscheidend. Hè? Iedereen zit of in je hebt de cliché. De bubbel. Precies, je hebt de cliché plekken van de bureauwereld. Maar jullie zitten gewoon in Oesgeest en Horen, toch? Ja. Hoe komt dat dan? Is dat historisch? Het is historisch, maar het is wel heel fijn. Ik zeg altijd tegen mensen. Waar ligt Oesgeest eigenlijk? Oesgeest ligt bij Leiden. Heel schattig villa-dorpje bij Leiden. Nee, het grote voordeel is, het heeft echt drie voordelen. Voordeel 1 is, je kan andere mensen aanwerven. Want je zit buiten de bubbel Amsterdam, dus je kan concurreren met andere groepen mensen. En ons vak, we hebben 230 collega's. Mm-hmm. Dus mensen vinden, mensen behouden, is nogal cruciaal voor je succes. Dus we kunnen uit andere vijvers stappen, dat is 1. 2 is, het is lekker bereikbaar. Het is gewoon heel fijn. We hebben verschillende locaties. Voor klanten en voor meetings is dat best wel prettig. En 3, het houdt de mensen een beetje nuchter. De bubbel Amsterdam heeft voordelen. Ik kom er graag. Ik heb er lang gewoond. Alleen het is ook een bubbel. En daar drinken ze chai, latte. Blah. En wij drinken gewoon een bakje koffie. En de mensen bij ons zijn ook wat nuchterder. Wat ik dus leuk vind aan onze mensen die lekker in Hoorn en Oesgeest zijn. Ja. Die blijven lekker nuchter. En onze type klanten gaan daar ook lekker op. Die vinden het fijn dat ze met mensen spreken die nog gewoon wel eens op de markt komen en normale mensen spreken. Ja, helder. Dan de derde. Ik vind mijn positie als CEO belangrijk. Of mijn positie en titel doet er niet toe. Uiteindelijk. Nee. Zij die mij kennen, Ronnie, jij kent me al wat langer. Ik heb een groot ego. Dus toen ik werd gevraagd voor CEO, toen ging ik natuurlijk wel kwispelen. Want die titel, dat deed me wat. Het ging me geen eens, denk ik, uiteindelijk om de titel. Het gaat omdat je het mandaat krijgt om een club aan te sturen en eindverantwoordelijk te zijn. Ja. Op een gegeven moment heet ik bij DBG heet ik directeur. Nou, daar waren er tig van. Ja. Heel leuk, maar je hebt bazen en die best wel veel voor je bepalen. En op een gegeven moment heb je dat grote ego en je wil dat verschil maken. Maar uiteindelijk land je dan in een bedrijf waar allerlei hele capabele mensen werken, die eigenlijk door mijn komst echt niet opeens anders worden of wat dan ook. Dus ik zeg zelf altijd, als het bedrijf van mij afhankelijk zou moeten zijn en ik ben op vakantie, dan heb ik het slecht geregeld. Dus uiteindelijk ben je als CEO vervangbaar. Ik kan het schip, de club, een bepaalde kant op helpen sturen. Daar ben ik mee bezig. Maar de club heeft mij niet nodig. De club is echt met 229 collega's beter dan die ene Pipo met zijn grote mond en zijn grote ego. Die club kan zichzelf prima aansturen. Ik hoop
dat ik in deze fase dat setje kan geven de goede kant op. Dat is waar ik van wakker word. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon vervangbaar. Die club draait echt wel door zonder mij. Nee, ik vraag het inderdaad omdat je inderdaad bekend staat als iemand die van de media houdt ook zelf. En toen vroeg ik me in één keer af. Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over jou. Ja, je doet veel interviews en artikelen en noem het allemaal maar op. En dan gaat het altijd over het vak. Maar toen dacht ik in één keer, de kleine Willem Albert. Hè, toen jij, weet ik veel, 4, 5. Wat voor nest kom jij? Ik ben een expertkind. Het schijnt voor mijn Freudiaans dat het wel iets veel over je zegt. Omdat je vaak wisselt van plek met vaak verwisselende vriendjes. Ja. Dus ik heb tot mijn 9e, bijna 10e in het buitenland gewoond. Ik ben opgegroeid in Indonesië en in Kenia. Je krijgt veel impulsen in zo'n land. En je bent een kind die elke keer weer nieuwe vriendjes moet maken, et cetera. Dus ik denk dat Freudiaans er wel in is. Wat deden je ouders? Mijn vader was echt expert. Hij werkte voor Hagemeyer, wat hier vlakbij zat in Naarden. Hij komt uit een Unilevernest. Dus hij was echt zo'n expert. En broers en zussen? Oude broer. Hij is een financial. Lang bij ING gezeten, bij Mastercard. Dus hij is mijn grote stoere broer. Ja. Zijn met z'n tweetjes. En tot je 9e, zeg je, in Indonesië en Kenia. Wat heb je daarvan meegenomen? Waar denk je nog het meest aan als je terugdenkt? Van welk van die twee landen? Volgens Freud word je in je eerste 5 levensjaar gevormd. Dat is Indonesië. Dus ik denk, ik hou nog steeds van sambal, de geuren. Ja. Ik hou van Indische rijsttafel. Dus dat zal daar in zitten. Kenia weet ik meer vanaf. Wat je meegeeft, vroeg je. Ik denk dat het vooral een soort nieuwsgierigheid is en een soort open blik naar de wereld. Dat is wat me heeft meegegeven. Ik denk dat ik heel makkelijk kan schakelen met heel veel verschillende mensen van alle kleuren, gezindes, geloven. Drop mij ergens en ik settle wel. En ik denk dat dat wel uit zo'n periode komt. Ik ben niet heel nauw gekaderd. Als je in dorpje X woont en je bent opgegroeid in dorpje X, je ging op school naar dorpje X, je kreeg vriendje in dorpje X, je koopt een huis in dorpje X, je gaat trouwen in dorpje X. Dan wordt dorpje X toch wel iets van jou. En ik moest heel vaak schakelen. Ja, het nadeel is dat je ontworteld kan raken. Heb je daar last van gehad? Geen last van, zover ik weet niet. Maar ik zal een keer op de divan, als je hier lang uit gaat liggen, Ronnie. Ja, die kant wil ik helemaal niet op. Nee, maar ik vind het leuk om een paar vragen te stellen om zeg maar, de Willem Albert die nog niet zoveel mensen kent. Of tenminste, aspecten die je niet zoveel kent. Het zijn geen geheimen hoor, maar goed ik ben ook niet op zoek naar geheimen. Wat ik ook nog wil weten is, wist jij vrij snel al wat jij wilde met je leven? Nou, dat is wel grappig. Mijn vader is dus marketeer van oudsher. Dus de adformatie lag bij ons gewoon op tafel. Dus ik denk dat ik serieus heel jong was. Dat ik al de adformatie las. Wat natuurlijk nergens op sloeg. Maar mijn vader las het. Dus ik kreeg wel een tik van de molen mee. Dus ik wist op een gegeven moment wel vrij goed dat ik dat wel toch heel erg leuk vak ging. Dan ging ik bedrijfskunde studeren in Rotterdam. Wat natuurlijk ook best wel generalistisch is. Mm-hmm. Ik ben een typische generalist. Mm-hmm. Ik vind van alles leuk. Mm-hmm. Ik weet van alles een beetje. Van niks heel veel. Dus ik heb altijd experts om me heen nodig die toch een stukje kundiger zijn in hun vakgebied. En ik vind dat heel leuk om aan elkaar te rijgen. Mm. En dat zit er wel, denk ik, van jongs af aan in. Ik had al vrij snel door. Ik ben een beetje creatief, ik ben bijvoorbeeld fotograaf geweest, maar niet echt een topper. Ben je fotograaf geweest? Ja, ik ben fotograaf geweest. Als werk? Als werk, ja, in mijn studententijd. Maar wacht even, je doet bedrijfskunde, je las de adformatie al. Vertel even. Ik schrijf graag. Ik ben alles een beetje. Maar begon het met fotografie dan? Of nee, dat werd een uit de hand gelopen hobby in mijn studententijd. En ik verdiende, ik hoop dat fiscus niet meekijkt, heel veel geld in mijn studententijd. Ik deed huwelijke partijen, tijdschriften, modellenwerk, allemaal dat soort dingen. En ik verdiende echt duizenden guldens als bijbaan in mijn studententijd. Ja. Alleen op een gegeven moment had ik door, ik ga geen Paul Huff worden. Ik word geen Erwin Olaf. Ga ik dan een soort middle of the road fotograaf worden? Nee, maar niet doen. En dat dus, wil je ook niet? Wil je wat je ook doet, wil je dat op de top doen dan? Zo ambitieus ben ik wel, ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel passievol. Maar op een gegeven moment ben ik dan wel hetzelfde schrijven. Ik schrijf graag, maar ik ben geen held. Ik graag ook altijd eindredacteur. Ik ben licht dyslectisch. Dat ik af en toe denk, hoezo heb ik dat woord 2 keer achter elkaar gezet? Nee, dus ik ben nergens een held in. Behalve toevallig veel verschillende dingen aan elkaar knopen. Abo van Max Lied blijft altijd onafhankelijk of alles is te koop. Ook daarin voegde je wel een paar woordjes aan toe, maar zei je alles is te koop. De reden waarom ik dit vraag natuurlijk is dat er wat dat betreft waanzinnig veel aan de hand is in de branche. Hè. Ik bedoel IO, Happy Horizon, om er maar een paar te noemen. Ja. Zo zijn er een aantal meer waar heel veel private equity achter zit die als een gek aan het opkopen zijn.
Aantal andere grote spelers die natuurlijk van oudsher al een grote positie hebben. Waar ik wel wat van vind. Want wat je wel ziet is dat de ene club doet dat slimmer dan de ander. Ik vind dat het feit dat er consolidatie plaatsvindt, vind ik heel logisch. Wij zijn natuurlijk ook, boven heeft Messi het gekocht. Wij kijken ook naar andere bureaus. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je daar met een bepaald soort kritisch vermogen naar moet kijken. Je ziet natuurlijk wel een paar groepen ontstaan die heel veel shoppen. En wat je zegt, het zijn er niet twee of drie. Het zijn echt vijf, zes, zeven, acht groepen die heel veel digitale bureaus kopen. Waar ik wel denk van, hey, neem je nog de tijd om te consolideren? Neem je nog de tijd om die club samen te voegen? Om daar één goed samenwerkend geheel van te maken? Daar zie je verschillende smaken in. Daar geef je waarschijnlijk ook geen uitsluiting. Tenminste, dat wil je waarschijnlijk ook niet zeggen welke je dan strategisch goed bezig vindt. En andere. Oh, jawel hoor. Ik vind bijvoorbeeld IO vind ik nu echt heel goed bezig. Ja. Ik heb ook het idee dat ze daar heel goed werken. Kijk, wat je vaak ziet is bij clubs die samen worden gevoegd, als er niet één P&L ontstaat, één profit en loss, één businessmodel, wordt het toch vaak onder één noemer heel veel clubjes die met elkaar vechten om aandacht en klanten. Mm. En dat vind ik een model wat niet werkt. Als je echt kunt creëren van, hey, we voegen een club samen en dat wordt één businessmodel, dat heeft één aanpak, dan denk ik, nou, petje af, dat kan. Mm. Maar dat kost wel even bloed, zweet en tranen. Dat heb je niet even snel gefixt. Mm. En dat is natuurlijk het verschil bij private equity. De ene private equity, die neemt de tijd om dat goed te doen en goed waar te maken. En de andere club, die reikt heel veel kraaltjes aan elkaar en die zegt, ah, we hebben een nieuw label. Mm-hmm. Dus je ziet die verschillende smaken wel. Jouw vraag was altijd onafhankelijk. Wij voelen ons nu heel prettig met onafhankelijk. Mm-hmm. Wij zijn nog echt ondernemers. Onze twee oprichters zitten volledig nog in het bedrijf. Maar ja, zeg nooit nooit. Het zou heel beetje onschuldig zijn als je denkt dat dat niet zou kunnen gebeuren. Nee, maar kan me dat voorstellen, kan altijd. Ja, precies, dat klinkt heel zeg maar passief. Hè? Het kan gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat je als bureau echt een strategie hebt. Dus dat je zegt van of stilstaan lijkt me geen strategie. Dus of we gaan zelf een buy and build doen en we gaan groeien van 200 naar weet ik veel, 500 of 1000 mensen. Of we gaan ons voorbereiden op aansluiten bij. Is zo'n strategie aanwezig? Nee, er zit nog een strategie tussen. Is namelijk dat we heel erg comfortabel voelen bij waar we nu staan. Dat onafhankelijke. Ik vind zelf dat grote nooit een doel mag zijn in strategie. Mm-hmm. Dat kan heel fijn zijn als je heel 1000 man. Dat wordt een enorm moeilijke club om aan te sturen. Ik geloof in cellen. En je had Eckhard Winssen, zo'n beroemde boek uit de jaren 80 volgens mij al. Dat een cel eigenlijk max, hij was voor mij vrij streng in de 50 leer. 50 of zo. Ja. Dat vind ik wat klein. Mm. Maar ik vind tot een mannetje van 100 kan je, dan weet je, dat is Ronnie, die woont in Bussum. Ja. En Ronnie heeft zonen, dat weet je nog. Mm. En bij te grote clubs wordt het op een gegeven moment, ja, dat is Ronnie Overcore, Ronnie Overdoor, hoe heet die vent? Ja. Dat vent met de brilletje, die vervelende. Ja, dat is een irritant mannetje. Ja, en als je daar ontstaat, wordt je club dus groot. Dus wat wij nu hebben ook gecreëerd in onze groep, is dat we allemaal logische cellen hebben van een mannetje van 80, 80, 20, 40. Zodat je daar best wel gewoon goed, autonoom, ondernemend kan werken. En daar kunnen absoluut wel cellen bij. Mm-hmm. Maar 1000 man is niet per se mijn droom. Ik weet niet of je daar je club ook veel beter van maakt. En als ik jou de keuze zou stellen, zeg maar als een soort 4A keuze van over 3 jaar, dan is zijn jullie nog zelfstandig en onafhankelijk. Ja. Ja? Okay. Ja, ik denk dat dat sterk is. Ik denk dat dat lukt. En met hoe we nu groeien, ook in gezondheid van onze winstgevendheid en ons resultaat en onze groei, dat is nog lang niet uit. Wij kunnen verdubbelen makkelijk. Daar zijn we ook mee bezig. Daar ligt onze strategie. Mm-hmm. Maar wel op een beheerste, intelligente manier. Niet als een kip zonder kop. Dus niet en maar kraaltjes rijgen en maar clubs bijhalen voor de hoofdprijs. En dat kon natuurlijk omdat de financiering zo goedkoop was. Dat wordt op een gegeven moment ook moeilijker. Dus je ziet dat al die partijen op een gegeven moment ook even gaan nadenken van, het kopen zonder daar een winstgevend model onder te hangen, is niet zo heel rendabel. Het moet uiteindelijk is wel bottom line. Hè? Wij zijn in die zin ook wel nuchtere versies van mijn twee oprichters. Ja, dat gaat uiteindelijk wel om een gezond model. Ja. En daar zit ook de klant op te wachten. Die wil niet een bureau die uiteindelijk ongezond draait. Dat zie je ook bij de internationale groepen. Die zijn vaak ontstaan door buy and build. Gewoon elke keer maar weer kopen en maar weer kopen. En als dan de club die er staat niet lekker draait of ongezond draait, Dat is niet oké. En ook niet goed voor klanten. Krijg je weer spin-offs. Krijg je weer allemaal losse. Die gaan dan weer opnieuw beginnen. En zo. Ja. L'histoire se répète, zullen we zeggen. Nou ja, je hebt het allemaal zien komen en gaan. En ik vind dat ook heel logisch. Want uiteindelijk dan de echte toppers. De echte onafhankelijke geesten. Laten zich niet gezelen in zo'n groot internationaal huis. WPP, mooie club. Respect, zit hele goede merken bij. Maar volgens mij zitten daar honderden bureaus in die groep. Ja.
Wat is de magie van die samenwerking? Ja, een beursnotering met een bepaald soort waarde, leuk. Ja, maar ik hoop dan dat daar in zo'n groep sterk, onafhankelijke, mooie zielen zitten, mensen zitten. Mm-hmm. En als die zich daar thuis voelen, dan werkt het. En anders valt dat model uit elkaar. Tot slot, verschillende landen gewoond in je jeugd. Ja. Creatieve geest, fotografie, schrijver. Daarna in de mediabureauwereld denk ik alle kanten wel gezien. Ja. Wat komt er hierna nog dan? Als we naar Willem-Alexander carrière kijken. Ja, ik geloof dat elke leider heeft een houdbaarheidsdatum. Dus ik moet niet mijn eigen graf graven door te zeggen, die datum ben ik er niet meer. Maar op een gegeven moment, we zullen zien. Ik denk dat ik dit nog echt wel meerdere jaren wat langer leuk vind. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hoop ik dat er iemand aan mijn poten zaagt intern. Dacht, hey, wiebere oude man. En wat dan komt, ik weet niet. Ik heb een mooi rijtje altijd gehad. Ik ben begonnen aan mediazijde, toen bureauzijde, toen klantzijde, toen mediazijde, toen bureauzijde. Nou, voor de personen die houden van patronen, dan zou de volgende functie weer klant moeten zijn. Mm-hmm. Dan moet ik dus naar een klant zijn. Dat zou mijn logische volgorde zijn. En stel dat je nu het vak uit zou moeten. Dus dit houdt op een gegeven moment op. En je gaat een nieuwe stap zetten, maar niet in de branche. Zou ik heel zwaar vinden. Ja? Ja, ik zit dus nu al 24 jaar in dit vak. Ik vind het wel heel verslavend. En ik durf weer, al zou ik putjeschepper worden, dan zou ik toch wel weer de marketing van putjescheppers op me gaan pakken, snap je? Ik vind het dan wel heel erg leuk om na te denken over hoe zet je dat neer? Hoe vermarkt je dat? En ons vak, ik ben geen mediaman. Ik ben niet alleen maar marketingman. Ik ben niet alleen maar communicatieman. Dat vind ik hele nauwe omschrijvingen. Mm-hmm. Maar ik ben wel altijd bezig met vermarkting. Hoe kan ik er geld aan verdienen? Hoe ga ik dat wegzetten? Dus al zou ik bij een museum gaan werken. Ik heb bijvoorbeeld heel veel respect voor Erik van Engelen, die op een gegeven moment baas werd bij een dierentuin. Dat lijkt me dan heel erg gaaf. Mm-hmm. Maar dan gaat hij toch wel weer met zijn marketingkennis en kunnen een dierentuin runnen. Dus dan zou je wel een beetje een stapje weg doen van de kern van het vak. Maar ik denk wel dat je je vak altijd met je meeneemt. Dan zou ik dat ook daar dan wel weer gaan doen. Ik denk dat er altijd wel ergens behoefte is aan een Willem-Albert Bol. Willem-Albert. Dat hoop ik. En ik hoop vooral dat mijn vrouw dat ook zegt. Ja. Maar nee, dat, ja. Ik, dat is natuurlijk een soort interesse, een soort passie. En die kan je niet uitzetten. Nee. Dankjewel voor dit gesprek. Jij dan. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op 7D-TV. Zit je op YouTube, blijf hangen. Zometeen twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. En in beide gevallen abonneer je op 7D-TV. Dan mis je helemaal niks meer. En op de podcast laat een review achter wat je van dit gesprek vond. Ik ben benieuwd. Voor nu, dankjewel. Hoi.